Maar liefst 28 studenten van de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst zullen 4 maanden nadenken, debatteren en ontwerpen maken voor een volwaardige toekomst van de staart. De omvangrijke klus begon vrijdag met een boottochtje. Steek de staart in een nieuw jasje. De Academie voor Bouwkunst Rotterdam had deze opdracht. De Dordtse wijk De Staart is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw als een gebied waar industrie en nijverheid zich langs de rivier in oostelijke richting ontwikkelden. Met een boottocht over het Wantij kregen de leerlingen van de Academie voor Bouwkunst een beeld van De Staart in al zijn facetten. Dit weekend worden er 5 weekeinden gewerkt in het kantoor van de oude centrale aan de Noordendijk. Rondom deze workshops worden lezingen en debatten georganiseerd die deels ook voor het publiek toegankelijk zijn. De gemeente Dordrecht is bezig om een structuurvisie voor de staat te maken. Met als uitdrukkelijke voorwaarde dat ze dat willen samen met de bewoners en de ondernemers. Dus op dit moment is er een projectgroep bezig om een structuurvisie te maken met die ondernemers en de bewoners. Het gevaar daarvan is, of het risico daarvan is, dat je te veel van binnenuit bezig bent. En het aardige van dit project is juist dat mensen van buiten, dus studenten van de Academie van Bouwkunst, dat die eens na gaan denken en leuke schetsen gaan maken voor de staart en nieuwe ideeën kunnen presenteren naar die bewoners en naar de ondernemers en naar de gemeente en naar de politici. De staart, dat is het terrein waar wij nu een ontwerp moeten maken met fantastische ideeën. En fantastisch wil dus echt zeggen met fantasie. Niet gehinderd door enige kennis of door onderzoeken of analyses. Moeten we daar nu ontwerpen voor maken voor het gebied of voor de architectuur of voor dingen. Om dus ideeën te creëren die wellicht gebruikt kunnen worden. Over 5 weken wordt een evaluatie gemaakt waarna de plannen aan de gemeente wordt gepresenteerd. En wellicht zien we de staart een hele metamorfose ondergaan. In principe ga ik ervan uit dat het voor de gemeente Dordrecht niet veel zal opleveren. Alleen het zou zo kunnen zijn dat er interessante ontwikkelingen zitten in de ideeën van de studenten. Waar de gemeente Dordrecht ideeën uit kan halen om in hun eigen planontwikkeling wat mee te doen.